We hebben hier een oud erkertje uit de jaren 60 met een halfsteensmuur. Die gaan we isoleren met de oude dakplaat. De stukken heb ik al op maat gezaagd met de zaagmachine. Je kunt het ook heel makkelijk met de hand verder op maat zagen. Er staat om de 10 centimeter een streep, mooi haaks. Nou, dan gaan we nu eerst de boel een beetje schoon blazen, zodat de strakse stukken goed hechten voor het purren. We doen gewoon met de compressor. Alle stof goed weg is. Nou gaan we even het stuk isolatie passen. Ik heb hier ook een hapje uitgezaagd voor een uitstekend deel. Die zit. Nu gaan we purren. Nu zetten we de plaat erop. Zo, die zit. Nog even met een wiggetje aan de onderkant een beetje ophogen. Een mooi waterpas zit. Nou, aan de bovenkant en de onderkant nog een keer langs purren. En opzij. Even onderlangs purren. Nou, rondom goed vastgepurd. En de onderkant ook. Een balkje er neergezet om te klemmen, zodat de purm niet wegdrukt. Vensterbankje straks erbovenop. Even rondom met gips of MDF aftimmeren. De bodem nog even isoleren. En zo verder bouwen.